Hallo, wat? Sorry wel. Wat is mijn bak weer? Ja, ik ben hier. Wat zijn je toch, man? Hallo. Hoi allemaal en welkom. Zoals jullie merken is het geluid zeer anders dan van voorheen. We hebben de Senna headsets binnen en we zijn een rondje aan het rijden om te kijken wat het doet en wat het wordt. Ja, een beetje anders uit. Gewoon een vochtige hoogte. Hoor je mij niet?
Hij hoort aan de pijl. Ja, voor je. Jij hoort mij wel. Ja, wacht. Hi. Ja. Hey, kijk. Hey, oké. Oké, wacht. Even snel. Volgens mij ben je nu uit de groep en hoef je niet in de hoek. Jawel. Ik hoor mij horen jullie niet meer. Ja. Maar werkt dat zo dan? Hallo? Hallo. Oh. Horen jullie dit? Nee. Ik hoor jou wel. Nou. Kan je niet eens even inholen? Dat kan wel. Maar je weet niet hoe. Als je hem ergens op terug te oefenen, gaan we je ook niet vertellen. Nou, ik vind het echt wel, maar dat is het tijd. Dat mag niet in het kaal, dat is het kaal, dat is gewoon vol. Oké, okay. Dan kan ik dus ook van de dingen en dat is ook zonder dat ik een soort van woord zit aan mijn hoofd van. Ik heb wel de idee dat dit een betere verbinding is dan we net hadden. Weet ik niet. Ik kan hem thuis voor de weg hebben, dat ik hem ook goed voel. Ja, dat is garantie. Ja, ik kan het nog gewoon niet passen. Ik heb wel dat dit vrienden net is. Deze. Wel groter dan dat. Ja, oké, dit kan ik ook nog zien. Moet ik alleen je eigen camera nog wat aanrukken. Dat is wel leuk, dat is tenminste een beetje beeld. Zou je lamp toch nog brand? Aangesloten. Er hoeft iemand aangesloten. Oh, dan heb je dat. Ik heb hier toch nog een keer uit. Ik heb hem in de bus.
We rijden ook harder. Maar goed, we rijden nog geen 100 km. Ik kan geen vertraging. Nee, maar dat is moeilijk. Hoe is het geloof ik? Normaal. Hetzelfde. Hoi, Zo, het einde van de eerste dag met onze nieuwe Senna headsets. ja, het is nog niet perfect. Ik heb het filmpje ook bewust niet al te lang gemaakt. Ik heb jullie ook wel laten zien van waar we tegenaan komen, zeg maar, tegenaan zitten. Het Bluetooth deel dat kraakt, dat piept, dat doet. Dat was het langste stuk wat we gereden hebben en dat heb ik ook het minst laten zien, gewoon omdat het gewoon niet grappig luisteren is. Daarna zijn we overgeschakeld op Mesh. Dat hebben onze twee headsets hebben dat. De twee, van Ellen en van mij. De kinderen niet, maar van Ellen en van mij wel. En dat werkt een stuk beter, moet ik zeggen. Dat gaat echt een heel stuk beter. Goed, ik heb het in het vorige filmpje ook al gezegd. Ik heb een nieuwe microfoon, die kan ik ook op de motor meenemen. En dan kan ik er dus ook andere geluiden mee opnemen. Komt allemaal nog, krijgen jullie allemaal nog meer details van. Bedankt voor het kijken. Er volgen nog een paar filmpjes. De updates volgen later wel. Dus nog een paar filmpjes, bedankt voor het kijken. En tot de volgende dan maar. Adieu, adieu, adieu.